De 11e editie van de Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs is gisteren afgesloten met de bekendmaking van de 5 beste exposanten. De beurs had om en bij 80 Surinaamse en buitenlandse exposanten. Voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname, Viraj Gangarampandey, gaf de uitslag door met een uitleg hoe de beste exposanten zijn uitgekozen. Maar de 5e beste exposant, en dan heb ik het over Samara Trading en Hip Interieur. De 4e beste exposant is uitgeroepen Hatramei. De 3e beste exposant is geworden, en dan heb ik het over Fijnschaverij Suriname. De 3e beste exposant is geworden, en dan heb ik het over, ja, jullie hoeven niet ver om te kijken, Kunnen. Kunnen Keukens, de beste exposant van de 11e editie Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs. Dat is geworden 2 jaren achter elkaar. PTSNV. Gangarampandey geeft verder aan dat de voorbereidingen voor de 12e editie reeds in werking zijn. En dat de samenleving kan verwachten dat het iets groter wordt uitgepakt. Na de sluiting van de aanmeldingen dit jaar hadden we nog heel wat bedrijven die nog zouden willen participeren. Helaas konden we ze niet meer accommoderen. Dus we hebben een plan uitgewerkt. U weet, wanneer de exposanten werken, de afgelopen 5 dagen, dan werkt de organisator al met de volgende editie, aan de volgende editie. Dus we hebben een plan uitgewerkt en het gaat sowieso groter worden. Ik moet zeggen dat heel wat exposanten die er nu staan, nu al hebben aangegeven dat ze sowieso weer terug zijn op de 12e editie. Dus die hebben we alvast mee. Het wordt groter, het wordt internationaler. We gaan meer internationale bedrijven benaderen. We hebben tijdens de beursdagen hebben we al reacties gehad van andere bedrijven uit Dubai die Propfi Global Estate al heeft gezien via social media daar. Dus we hebben al vragen gehad van ja, waar zitten jullie precies, waar zit Suriname, kunnen we ook participeren de volgende keer, wat zijn de voor- en nadelen. Dus we zijn al in communicatie met heel wat bedrijven die internationaal ook de beurs hebben mogen volgen. De organisatie is zeer tevreden met de loop van de beurs. Vandaar er een 5e dag is ingelast. Want normaal is de beurs maar 4 dagen. De Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs was van 26 tot en met 30 april.